Gebruik de metafoor. Je moet soms de veilige haven verlaten, althans niet soms, eigenlijk bij voortduring, zegt u, en de wind opzoeken. Ja. U bent sinds 2011 bestuursvoorzitter van Philips. Wat is de belangrijkste veilige haven die u zelf heeft moeten verlaten? In de laatste 10 jaar hebben we Philips radicaal en best wel dramatisch veranderd. En dat had onder andere tot gevolg dat we afscheid hebben genomen van televisies, van radio's, van verlichting. Eigenlijk allemaal waar Philips in begonnen is. En dat was natuurlijk een hele emotionele beslissing, waar ook heel veel mensen een mening over hadden. En toch hebben we het gedaan, want we zeiden, daar kunnen we ons brood niet meer verdienen. De toekomst moeten we elders zoeken. En toen zijn we de haven verlaten van dat verleden. Om te gaan innoveren. Dat is het toverwoord in uw speech. En nu had ik altijd de indruk dat wij daar in Nederland heel goed in waren. Niet het minst bijvoorbeeld in de regio van Eindhoven. Daar wordt enorm geïnnoveerd. Ja. Maar u bent licht sceptisch over het vermogen wat we in de toekomst hebben om dat te kunnen blijven doen. Nee, ik heb het anders gezegd. Ten eerste zeg ik samen innoveren, want dan sta je sterk. En ten tweede heb ik gezegd, we moeten nog meer inzetten op de nieuwe groeigebieden. Want dat is net zoiets van als ik zeg van wij moesten van televisies naar gezondheidszorg. Waar verdient Nederland nu zijn brood mee? En waar moet dat in de toekomst mee? En een deel van de kerncompetenties van Nederland, die zullen aan kracht inboeten. Bijvoorbeeld in landbouw hebben we het stikstofprobleem. Dus daar zullen we moeten innoveren. Bijvoorbeeld in de petrochemie in de haven. Alle fossiele brandstoffen gaan weg. Dus dan zullen we toch iets nieuws voor moeten bedenken. Nu hebben we een haven, een zeehaven en een luchthaven. In welke mate in de geopolitiek gaat de goederenstroom straks nog via Rotterdam? Is Nederland traag of zijn we conservatief en leunen we op het verleden? Ik denk dat we het heel erg goed hebben. En dat we ons niet altijd realiseren dat dat goede ook kwetsbaar is. En totdat het te laat is en je hebt het ineens niet meer, dan worden we allemaal teleurgesteld. Maar mijn pleidooi vanavond was, je moet op tijd je koers verleggen en investeren zodanig dat over 5 of 10 jaar we nieuwe sterktes hebben en dat we daar weer een exportland in kunnen zijn. Sterker nog, u waarschuwde ons zelfs. Ik voorspel u dat Nederland bij ongewijzigd beleid over 5 jaar niet meer in die top 5, waar we net over hadden, van innovatieve landen staat. Waar ontbreekt het meest aan? Kijk, deze score komt van de World Economic Forum. Dat is de Competitive Index. En die kijkt eigenlijk ook naar de relevantie die je hebt in de veranderende wereld. De groeisectoren van de wereld zijn tech. Denk maar even aan Silicon Valley. Microsoft, Amerika, Facebook en Google. Of Amazon. Daar zitten wij allemaal niet in. Andere gebieden, de semiconductors of de software of de streaming media, Netflix kijken we allemaal naar, dat is allemaal Amerikaans. Nou, vind ik dat niet erg, fijn voor de Amerikanen, maar waar zijn onze grote bedrijven in die gebieden? Nou, en als je daar dus helemaal niet op inzet, dan word je relatief gesproken steeds kleiner. En dat is denk ik niet goed voor ons.